Ik weet niet of de lichtomstandigheden helemaal ideaal zijn, maar het moet maar even zo. Ik had iemand nog beloofd, oh nou, is die niet scherp, dat ik dit apparaatje zou laten zien. Het is een scannertje en dat werkt van 150 kHz tot aan 1310 MHz helemaal. Kijk, je ziet rechts de S-meter aan en uit gaan. En dat is nu ook het probleem wat ik heb. Hey, nu blijft hij heel erg lang op heel laag staan. Zie, dan gaat hij voor naar vol. Het probleem is dat, ja toevallig, het middenfrequent is 266,7. En als je deze frequentie wilt horen, hij mengt boven. En dan heb je een spiegel zitten, ergens in de 1800 MHz. En ik heb opgezocht, die frequentie is in handen van de firma Vodafone, die dat voor UMTS gebruikt. Ja, dat is een groot probleem, want dat signaal is zodanig sterk dat hij alle gewenste verkeer eigenlijk grotendeels overstemt. Alleen 's nachts is er naar te luisteren, dan is er minder UMTS verkeer. En dan kan ik de repeaters horen, maar ja, dan zitten er niet zoveel mensen te kletsen. De bedoeling is om hier een internetstream van te maken. En ja, even kijken hoor. Hij staat niet op het 9 kHz raster, dus hij staat er een beetje naast, maar goed. Afijn, geen halve maatregel, moet ik even wat pakken. Want, dit filter dat had ik nog. En dat lag bij iemand anders en die heeft dat vorige week langsgebracht. En dat is, oh, ik hou hem op zijn kop. Nou, de lichtomstandigheden zijn inderdaad niet ideaal, maar ik hoop dat het te zien is. Het is een duplex filter voor een 23 cm repeat. Nou, als dat de boel niet gaat wegfilteren, dan, dan eet ik mijn Alpino pet op, die ik niet heb. Maar ik ga er toch vanuit dat dit gaat lukken. Ik ben overigens wel heel tevreden over het scannertje, maar ja, het is dikke pech dat er nou toevallig zo uitkomt, hè, met die spiegel. Ik weet dat Wauk Soen voor zijn portofoons versies verkoopt die een telkens ander middenfrequent hebben. Afhankelijk waar je in welke streek van de wereld dat je zit. Hè. Ze zoeken dus uit wat in bepaalde landen een drukke frequentie is. En apparaten waar de spiegel op die frequentie zit, die exporteren ze niet naar die landen. Hè. Dus ieder land krijgt een eigen versie. En dat betekent dus ook dat je niet in Australië Wauk Soen porto moet kopen, omdat je dan toch de kans had dat je in Nederland de spiegel verkeerd hebt zitten. Maar goed, bij dit soort scannertjes is daar kennelijk minder aandacht voor. Ja, of het is het scannertje was er eerder dan dat de toewijzing voor Vodafone was op die frequentie. Hè. Het is wel vervelend, het signaal is zo'n 8 MHz breed. Dus echt het hele smalband gedeelte van 23 is op die manier bij mij weg, hè, op het ontvangertje. Maar goed, er zijn wel andere ontvangers mogelijk. Ik ga er toch vanuit dat ik met dit ding een heel eind kom hoor. En als het niet voldoende is, dan bouw ik het hele scannertje gewoon in een koekblik. Want ja, hij is voor de stream, dus ik hoef hem toch niet te bedienen. Nou, tot zover.